En dat was het objectieve verhaal van Ilona Heyer. Het objectieve verhaal over de cijfers zoals ze werkelijk zijn. En she knows her numbers. Voornamelijk voormalig CEO van onder andere Bugaboo en nu commissaris van het beursgenoteerde Boskalis. Ze weet waar ze over praat. Alleen dit filmpje mogen wij dus niet promoten op Facebook. Nobody knows why. Dus we laten het vandaag nog een paar keer zien, zodat we allemaal weten waar we over praten. Jullie zaten hier al en jullie zeiden, ja, dit is eigenlijk ons verhaal. Stel jezelf even voor, alsjeblieft. En vertel mij namens welk bedrijf jullie hier zijn. Femke Barendrecht en ik ben hoofd marketing van Hummeling Stuurman Theaterbureau. En Maylies Korthals. Ik ben inmiddels ook mede-eigenaar van dat bureau. Dus we produceren veel toneelstukken. Veel nieuw geschreven Nederlandstalige dus toneelstukken. En we zijn impresariaat van een aantal artiesten. En we begeleiden ook artiesten dus in hun carrière. Ja. Wat was het in dit verhaal van Ilona? Of je zei, ja, dat zijn wij. Dit gaat over ons. Ja, vooral dat het niet gaat omdat we zoveel geld kosten, maar dat we geld opbrengen. Dat vind ik heel belangrijk, ja, in haar boodschap. Nou ja, omdat het natuurlijk uiteindelijk elke keer die discussie is. Je zou natuurlijk helemaal niet willen dat het over die discussie gaat, maar dat we hier in Nederland, net als in Duitsland bijvoorbeeld, ja, de culturele sector omarmen. En dat wil de identiteit, de verbindingen. Nou ja, dat wordt hier allemaal natuurlijk breed uitgemeten. Laten en terecht. Iedereen heeft het over hoe belangrijk de Nederlandse cultuur is. Ja, ja. Als de politici naar het buitenland gaan, is het, ja, die mooie Nederlandse cultuur. Ja. Ja. Moet die er wel zijn en blijven? Nou ja, dus je zou die omarming zo graag willen zien. Maar goed, ja, als we het dan op deze manier moeten benadrukken, en helderder dan hoe zij het net zei, kan je het niet zeggen. Dan is het dat hele. En ook om die reden is het dus van wezenlijk belang. Ja, we zijn een wezenlijk belang en financieel ook nog eens van wezenlijk belang. Inderdaad. Waar lopen jullie nu het hardste tegenaan? Nou, wat bij ons heel lastig is dat wij produceren dus heel veel nieuwe toneelstukken. Ja. Wij vinden dat ook belangrijk. Ja. We hebben natuurlijk in Nederland op een gegeven moment met elkaar bedacht. We vinden het. Overal in Nederland hebben we theaters. Daar gaat dus cultuurgeld heen. Maar dat geld zit dus ook veelal in de gebouwen die er zijn en in de mensen die er werken. Maar moet natuurlijk ook geprogrammeerd worden. Want ja, anders dan krijgt het een ander soort functie. Precies. Dat is niet waarvoor het in die end bedoeld is. Daarvoor maken wij ook veel, produceren wij veel toneelstukken, om dat ook door het hele land te kunnen spelen. De gesubsidieerde sector is natuurlijk van wezenlijk belang ook, maar die komen niet in alle steden waar wij ook wel gaan spelen. Ja. Bovendien ontwikkelen wij als Hummeling Stuurman heel veel nieuwe Nederlandstalige producties, die we ook al langer, dat zijn trajecten die jaren duren. Dus we hebben daar al heel veel in geïnvesteerd. Je wil niet dat dat stilvalt, maar ik denk ook dat het belangrijk is dat we dat voort kunnen zetten. Maar wat kan je op dit moment niet voortzetten? Hoeveel van jullie producties lopen er nu niet? Laten we beginnen met wat er is gestopt. Ja? We hebben drie grote producties die zijn gestopt. Dat is Tonio. Het bekende boek. Cocktails, een fantastische voorstelling met vijf jonge acteurs die ook ineens dan geen werk hebben. En Jon Spitsenberger met Hanne Arendsen. Productie, prachtige voorstelling. Dus ja, drie grote producties die ineens moesten stoppen. En dat voor ons betekent dat dus dat je halverwege een tournee, we hebben allemaal geïnvesteerd erin en eigenlijk hebben we het hele tournee nodig om het terug te verdienen, zeg maar. En als dat dus halverwege stopt, dat is gewoon een enorm financieel probleem. Absoluut. Dus dat hebben we natuurlijk nu de afgelopen tijd gehad. En natuurlijk voor de komende periode is het ook voor ons zoeken. En ik wil echt benadrukken dat we gaan er alles aan doen en onze sector is natuurlijk ook. Ja, we zijn er heel goed in om elk dubbeltje 1000 keer om te draaien. Maar het is wel zo dat we juist nu ook wel graag steun willen en moeten krijgen. Juist om ook weer innovatief te kunnen zijn naar de toekomst toe. Omdat je ook met het geld dat je nu zou hebben verdiend aan die producties die niet meer lopen, De nieuwe kosten had kunnen dekken voor die toekomstige voorstellingen. Ja, exact, die dan maar op een later tijdstip weer geld gaan. Ja, en ook in de komende periode zullen we natuurlijk toch iets meer moeten improviseren met elkaar. En we gaan ervoor en we hebben ook heel veel mooie plannen die gewoon op stapel staan. Hoppakee. Maar dat is wel, daar zit voor ons nu de grote probleem. En achter ons hangen natuurlijk ontzettend veel mensen, daar zullen we zo op komen.
Maar je hebt natuurlijk de hele keten van de theaters die Zeker. Natuurlijk nu niet meer aan ons kunnen nakomen. Wij hebben met hen bepaalde afspraken gemaakt financieel en dat die voorstellingen daar gaan spelen. Nou, dat kunnen wij niet meer komen spelen. Zij kunnen daar niet meer aan voldoen. Nou ja, en alle kanten stort het kaartenhuis dan in. Ja, hebben jullie ook al theaters gesproken die überhaupt zich afvragen of zij nog bestaan volgend jaar als jullie eventueel toch een nieuwe voorstelling zouden hebben? Nou, vooral, ja, jij spreekt meer de theaters dan ik, maar het zijn wel theaters die in ieder geval zeggen, we gaan nu even niets programmeren. En dat is voor ons natuurlijk echt heel heftig. Dat betekent dat er gewoon sowieso speelplekken wegvallen. Maar dat zijn met name de echte kleinere theaters waar je gewoon met 1,5 meter 3 mensen binnen kan krijgen. Ik bedoel, overal is de stemming wel, we gaan gewoon kijken hoe en we gaan een weg vinden. Maar het is natuurlijk heel moeilijk, want voor het theater om de deur open te doen, dat is natuurlijk ook kostbaar. Ja. Dus op het moment dat daar dan ook nog eens niet de mogelijkheid is om voldoende kaarten te verkopen, ja. Nee, ik begrijp het. Wat dachten jullie toen je al die steunmaatregelen aangekondigd hoorde? Vanmorgen hoorde ik dat de HEMA, een prachtig stukje Nederlandse cultuur, ik ben er dol op, maar de HEMA wel. En de rest of us niet. Nou ja, zag je het aankomen? Schrik ik meer op dit moment even van de beelden van de volle vliegtuigen. Ik denk, hè? Ik snap het gewoon niet. Die maatschappij dat zelf mogen bepalen? Wij niet. Ja. Dat vind ik echt op dit moment heel moeilijk te verteren. Maar ik ben geen viroloog. Dat heeft meer te maken met dat je het gevoel hebt dat het een soort willekeur is. Hè? Wat jij zegt. Zeker. Waarom mogen er 30 mensen in Carré? Terwijl met 1,5 meter kan je daar honderden kwijt. Want op zich natuurlijk alle respect en begrip voor maatregelen die er zijn. Maar laten we wel kijken of we het iets meer kunnen aanpassen. En het zou prettig zijn als wij het idee kregen dat er iets meer begrip ook was voor hoe het allemaal in elkaar steekt. Ja. En iedereen doet zijn best. Het is ook wel een hele ingewikkelde sector. Maar ja, eigenlijk zoals zij het net vertelde, dat is natuurlijk helderder dan dat. Ja, zo ingewikkeld is het ook weer niet, denk ik. Maar neem trouwens niet weg dat wij alweer zijn begonnen met spelen. We zijn alweer in Bellevue. Kiki Schippers heeft in Bellevue gestaan. Thijs van der Meeburg heeft gisteren in Bellevue gestaan. Ja. En dat is heel raar, want het is een zaal die er totaal anders uitziet dan normaal. Ja. Maar ja, dan wel 2 keer spelen op een avond, waardoor je toch in totaal dan die 60 mensen binnen kunt krijgen. Waardoor je toch als cabaretier vlieguren kunt maken. Want ze hebben zoveel try-outs gemist van de nieuwe programma's die ze nu aan het maken waren. En het is gewoon fantastisch dat ze nu in ieder geval weer voor het publiek kunnen zitten. En je zag ook dat het publiek zo ongelooflijk genoot van weer in het theater kunnen zijn. En wij zelf dus ook. Dus we maken stapjes. En we hebben ook Klapstoelcabaret opgericht. En dat is een initiatief, daar heeft Hanneke Braam hier ook aan tafel over gesproken. Dat is een initiatief dat mogelijk maakt om wat meer mensen van een voorstelling te laten genieten. Door bijvoorbeeld in het buitenlucht op te treden. Mensen hun eigen stoel mee te laten nemen. En we zijn ook met theaters in gesprek om ook in combinatie met hen dat neer te zetten. Dus ja, we kijken ook heel erg naar de mogelijkheden. Ja, je bent enorm creatief aan het denken. Ja. Ja, we hebben bijvoorbeeld ook, uiteindelijk waarom doen we dit? Omdat we het natuurlijk belangrijk vinden dat dat platform er is waar de makers hun verhaal kunnen vertellen. Dus daar werken wij met alle liefde aan mee. En dat is zo belangrijk als dat blijft. Ja. Dus we hebben ook bijvoorbeeld de talk van Java, wat wel net al geëindigd was, die voorstelling. Wat heel veel losgemaakt heeft bij veel mensen. Die hebben we ook besloten om die, hoe noem je dat? Dat online. Iedereen hem online kon gaan kijken. Ja, Turks Fruit ook. En dat is echt ook heel veel naar gekeken. En toch van Java was vorig jaar toen we dat gingen maken, was best wel lastige productie in het begin. Want het is gewoon een heel heftig, zwaar verhaal over een stukje geschiedenis waar niet iedereen veel van weet. Wordt, en ook niet aan herinnerd wil worden, inderdaad. En we hebben het toch gedaan omdat we vonden dat het gemaakt moest worden. En omdat die trauma's juist besproken moeten worden, ook voor de mensen. En we merkten ook bij die voorstelling, als die was afgelopen en de spelers kwamen naar de foyer, dan de mensen stroomden op hen af om hun eigen verhaal te vertellen. Niet zozeer om na te praten over de voorstelling, maar om te vertellen wat ze zelf hadden meegemaakt. En dat is voor ons ook toneel, dat je zoiets kan bijdragen. Ja. Ik begrijp het. Ja. Hey, nog één laatste vraag. Gisteren was de minister hier, die kwam geen geld brengen, die kwam niet met maatregelen, die kwam niet. Die zei alleen, je mag vertegenwoordiging naar mij sturen en dan wil ik heel graag op regelmatige basis met jullie praten. Als jullie nou die agenda mochten bepalen, wat staat er dan bovenaan? Nou, dan zou 2 dingen. We hebben nu natuurlijk de verloren voorstellingen. Daar zouden we
met elkaar een oplossing voor moeten verzinnen. Want we hebben wel met het theater samen hebben we gezegd van oké, hoe kunnen we dit onderling doen? Ja. Maar uiteindelijk is daar gewoon per definitie externe financiële steun nodig. Ja. En voor de toekomst, het liefst zouden we natuurlijk gaan naar een soort garantiefonds, waarbij we met z'n allen proberen om het wel zelf voor elkaar te krijgen, maar waarbij er meer support is op het moment dat het niet is, om deze sector in stand te houden. En ook omdat het zo belangrijk is om de dingen in beweging te houden, juist ook doordat alles zoveel jaren loopt. Als je nu even de stekker eruit trekt, dan zijn we echt heel veel jaren. En dan zijn we weer terug bij het verhaal van Ilona Heijer. Ja. Begonnen. Hey, namens hoeveel mensen vertegenwoordigen jullie hier? Ja, dat zijn er op 150. Ja. 150. Nou ja, kom maar op. Ja, nee, we hebben ons natuurlijk sowieso onze toneelproducties met alle acteurs, maar ook alle mensen die daar omheen. De regisseurs, alle artiesten leiders. Die ook weer hun muzikanten et cetera, hebben en ook hun technici. Ja. Oh, leveranciers met wie we samenwerken. Ontwerpers. Dus 150 is nog zelfs een magere inschatting, maar die zouden we kunnen schrijven. Zet alsjeblieft je handtekening. Dank jullie wel dat je hier bent. Heel veel sterkte, heel veel succes. En dank voor dit moment.